Goedenavond, dames en heren, en welkom op dit live webinar van Proximus en Google Digitaal Atelier. Mijn naam is Mark Rossel, inmiddels 40 jaar actief bij Proximus en verantwoordelijk voor een nationaal team van digitaal adviseurs, business experts, die ten dienste staan van de KMO's in België. Google Digitaal Atelier en Proximus hebben de krachten gebundeld om jullie beste ondernemers te ondersteunen. Het klimaat wijst uit dat digitaal aanwezig zijn echt een must is. En vandaar dat we deze webinar organiseren met als doel uh, u uitleggen hoe een webshop in elkaar zit, hoe je eraan begint. <coughs> Pardon. En daar zal Carleen ons het komende uur alles over te vertellen. Nog enkele praktische afspraken. Op uw scherm rechts onderaan ziet u een button. Daar kan u een vraag stellen waar wij met plezier op zullen antwoorden. En op het einde van de webinar vragen wij u ook om een korte enquête in te vullen waar wij mee dan aan de slag kunnen. En tot slot, morgen ontvangt u een mail met de link naar de opname van deze webinar, zodat u nog eens op uw gemak de webinar kunt herbekijken. Voilà, we zijn klaar om u het komende uur mee te nemen in het verhaal van hoe een webshop aan te maken. Carlin, het woord is aan u. Dankjewel Mark, dankjewel voor de super fijne introductie. En dankjewel ook Proximus om ons als Google Digitaal Atelier hiermee uit te nodigen. Om jullie daar uit te leggen en mee te nemen in het verhaal van de webshop. Een klein uurtje en hoe gaan we dat aanpakken? We gaan het eerst eens hebben over e-commerce in België. Wat zijn de opportuniteiten? Hoe groot is die markt? Hoe ziet dat er precies uit? We gaan dan inzoomen op jouw markt en meer bepaald op het voorwerk. Hetgene dat je eigenlijk doet vooraleer dat je het met de eigenlijke bouw van je webshop van start gaat en dat is dan uiteraard de logische volgende stap in het verhaal, maar daar stopt het ook niet. Marketing van je webshop, eens dat die gebouwd is, is uiterst belangrijk. En als laatste, zoals jullie weten, alles wat je online doet is meetbaar en meten dat is weten. Dus gaan we besluiten met de analyse van je webshop, kijken welke inzichten er zijn en hoe je die webshop verder kan gaan verbeteren. Ik had het al aangekondigd, we beginnen met even uit te zoomen en naar het Belgische landschap te kijken. Want wat staat er nu al te, te gebeuren als het over e-commerce gaat? We hebben cijfers van 2019 die jullie hier ook zien en die worden vergeleken met 2018. De cijfers van dit jaar die zijn nog niet definitief, die zijn nog niet compleet. Maar wat we wel al weten, is dat de trends die je hier ziet verder in stijgende lijn gaan en zelfs nog een extra acceleratie hebben gekend de afgelopen maanden. Dus we zagen al in 2019 22% meer transacties, 17% meer omzet dan het jaar daarvoor. Gemiddeld een kleine 100 euro die we uitgeven in een webshop. Um, ook belangrijk. 25% van de aankopen, van de transacties, komen uit het buitenland. Dus ook de mensen uit onze buurlanden hebben de weg gevonden naar Belgische webshops. 7% van alle aankopen in België gebeurde al online in 2019, en 18% werd zelfs op de smartphone gedaan. En zoals ik al zei, het afgelopen jaar alleen maar pijlsnel omhoog en een verdere stijging van die opportuniteiten. En wat zijn die dan, die opportuniteiten? Gaan we zeggen, webshops gaat het volledige fysieke landschap vervangen? Zeker niet. Ze kunnen allebei een plaats hebben. Stel dat u vandaag al een fysieke winkel hebt, dan is e-commerce of een webshop een extra etalage voor die winkel. Je bent altijd bereikbaar op het moment dat de klant. Dat het gemakkelijkste vindt en het liefste met jou in contact komt en het liefste shopt. En nieuwe markten en nieuwe segmenten die je fysiek misschien niet kan aanboren, omdat ze bijvoorbeeld geografisch te ver zijn, die zijn perfect bereikbaar online. En zoals ik al zei, die e-commerce blijft groeien. Hè? Dus als jullie daar vandaag nog niet mee aan de slag zijn, het is het uitgelezen moment om je te lanceren in die markt. De nood aan online en offline als combinatie, dat is een hele sterke om op in te zetten. En eigenlijk stopt dat ook niet bij de jongeren. Want we zijn gaan kijken en als we zien dat jongeren. Um, in contact komen met de fysieke winkels van bekende online spelers, ik denk aan een Coolblue of aan een Amazon, die openen soms een fysieke winkel of een pop-up, dan is dat heel erg populair. 70% van de jongeren is daar enthousiast over. Altijd bereikbaar ook. En altijd, dan bedoelen we eigenlijk... Op het moment dat dat voor de consument het beste uitkomt. Is dat s'avonds na zijn of haar werk? Is dat s ochtends op de trein? Is dat in het weekend? Dat is altijd mogelijk om de aankoop te doen. Dat Kadert eigenlijk binnen een hele vergaande vorm van klantgerichtheid. Die klant is ook mondiger geworden. Die gaat dat durven om met jou in interactie te gaan. Dus wees daar ook op voorbereid. Uh, voorzie chatfunctionaliteiten of uh, bereid je voor op communicatie via de social media, waarin dat die hele mondige klant vragen stelt, uh, opmerkingen geeft, kijkt of iets nog in voorraad is of zijn of haar maat wil checken. Klanten kopen dus steeds meer via de kanalen die zij zelf kiezen. Afstand wordt minder relevant. We kunnen grensoverschrijdend gaan werken. En ook een webshop van een winkel aan zee is geen probleem meer voor een consument uit Limburg, uiteraard. En andere segmenten, andere klantengroepen, kan je ook eens gaan uittesten. Daar heb je misschien geen volledige winkel voor. Die is misschien volledig gestyled naar damesmode. Wil je eens gaan experimenteren met herenmode, dan hoef je niet meteen die fysieke winkel volledig te veranderen en anders in te kleden. Je kan op je webshop makkelijk een aparte sectie voor herenmode voorzien en het op die manier testen of het iets voor jou is om dit nieuwe segment aan te boren. Een aantal uitdagingen toch ook wel. Um, bij elke webshop, bij elke start van de webshop, komt een investering kijken: tijd en geld. Um, we zijn ook voor een kleine markt in België. Hè, en binnen die kleine markt heb je dan ook nog eens te maken met meertaligheid. We weten dat mensen toch vaak in hun moedertaal gaan zoeken online. Dus bekijk ook van, moeten we die webshop in de twee landstalen of in zelfs Nederlands, Frans, Engels, uh, Duits gaan aanbieden? En je hebt ook sterke concurrentie. Hè? En dan uh, laat ik jullie meteen een gokje wagen thuis. Hoeveel webshops denk je zo dat er zijn in uh, België? En ik heb hier in de zaal alleen Mark zitten, dus ik laat Mark ook even een gokje wagen. Wat denk je? Wel, Laat mij eens nadenken. Ik zou zo durven schatten: 20.000. 20 een 20.000, maar ik doe een supergoeie gok, want er zijn er 29.000 in 2019, dus intussen weer al meer. Want er komen elke dag zo'n 13 webshops bij. Dus dat is meteen een tamelijk grote concurrentie, zeker als je weet dat van die 29.000. Minder dan 4% daarvan beheert eigenlijk bijna heel de markt, bijna 90% van de markt. Dus toch een kleine uitdaging. Um, investeringen. Ha? Die investeringen in tijd en geld die maken dat je webshop niet vanaf dag één rendabel gaat zijn. Dus je gaat daar een zeker geduld moeten uitoefenen en je gaat ook moeten kijken naar de juiste promotie, marketing, om uh, je plekje in die markt te veroveren. Klanten online hebben ook best hoge verwachtingen. Ze verwachten snelheid, ze verwachten service, ze verwachten duidelijkheid, retourpolicie enzovoort. Dus daar moet je ook op voorbereiden. Zijn. de marges zijn vaak niet zo super groot, de aanvangsinvesteringen soms wel. We gaan daar straks dieper op in op wat de verschillende mogelijkheden zijn en waar dat dan de investering precies ligt. Van in het begin rekening houden, niet alleen met de bouw van die webshop, maar ook dat er nog andere kosten bij gaan komen kijken. Dat is erg belangrijk, want zoals ik al zei, het stopt niet bij de bouw. Je gaat ook marketing moeten doen. We moeten ook kijken naar logistiek. Hè. Hoe ga je afhandelen? Hoe ga je verzenden? Shipment? Uh, die zaken zijn belangrijk. Dus voornaamste tip daar: heb geduld. Uh, weet dat het niet vanaf dag één gaat rendabel zijn, maar dat de opportuniteiten er zeker zijn. Kleine markt, kleine afzetmarkt, dat weten we. En bovendien hebben de Belgen door de jaren ook wel hun vaste e-shops gevonden in hun consumptiepatroon, die vaak eigendom zijn van uh, buitenlandse. Uh, dus we, we kopen heel erg vaak in Nederland, 32% Frankrijk en ook uh, Duitsland. Dus denk aan grote spelers zoals een Bol.com, uh, Coolblue, Zalando. Zijn eigenlijk buitenlandse bedrijven waar dat de Belgen ook inkopen. Maar altijd ook een positieve noot: de buurlanden die kopen ook in België. 25% van de aankopen in Belgische webshops gebeuren door mensen uit onze buurlanden. Grote spelers dus, dat weten we. Waar gaan wij ons plaatsje als ondernemer of als nieuwe, uh, nieuwe webshop vinden? Ook daar ga ik jullie uh, verder wat op weg helpen. Vooral uh, zorgen dat je aanbod uniek is, is daar een gouden tip. Wat je ook al kan afvragen, misschien hebben jullie daar ook al van gehoord, Van, kijk, moeten we echt gaan voor die eigen webshop? Of gaan we ons eerder met onze producten of diensten op een marktplaats lanceren? Ook daar uh, gaan we het komende uur verder op in. Maar ik wil eerst eventjes naar jullie kijken. En dan zouden jullie een eerste polvraag zien verschijnen, zo meteen op je scherm. En daar luidt de vraag, wie van jullie gaat daarmee aan de slag? Wie is er van plan om de komende maanden... Een webshop te lanceren. Jullie kunnen, als het goed is, stemmen op jullie scherm. En ondertussen kijk ik even naar Mark, want dit is een live webinar. En het mooie aan live webinars is dat je vragen kan stellen en nee. vragen beantwoorden. Mark, zijn er al vragen van onze kijkers? Karlijn, ik denk dat jij fantastisch goede uitleg geeft. Tot hiertoe nog geen enkele vraag. Oké, okay, geen vragen voorlopig. Dat is fijn nieuws. En uh, als die toch zouden opduiken, aarzel zeker niet. We nemen. Regelmatig de tijd om daarop terug te komen en uh, antwoorden te geven op alles wat jullie je kunnen afvragen. Dus denk je eraan om binnenkort binnen de zes maanden een webshop te lanceren? Dat is die eerste vraag in de pol. En zoals de titel op deze slide het al aankondigt, gaan we verder naar marktonderzoek. Ik zei het al: het begint eigenlijk nog voordat je begint met de webshop, moet je eens gaan kijken wie is mijn uh, markt en, uh, en wie zijn mijn klanten, wie is mijn doelgroep. Uh, dat zijn een aantal pertinente vragen die dat je gaan op weg helpen. Om de juiste structuur van de webshop te kijken. We zien intussen de polresultaten. En we zien dan toch dat de meerderheid van jullie op korte termijn van plan is om een webshop te starten, dat er ook best wat mensen in de zaal zitten die eerder uit interesse uh, volgen. Heel erg goed altijd natuurlijk. En wie weet kan ik jullie wel overtuigen van het uh, belang van zo'n extra online etalage, zo'n extra online vitrine. Hoe groot is uw markt? Dat is een vraag die je zeker moet stellen. Wie is mijn klant? Hoe ziet hij eruit? En dan bedoel ik niet heeft hij een baard of lange blonde krullen, maar wel wat voor een profiel is dat? Wat voor iemand is dat? Wat zijn die zijn noden of wat zijn die haar beroepen? Uh, behoeften? Bedoel ik, beroepen kan ook een interessante profilering zijn. Wie zijn uw concurrenten? En als je naar concurrenten gaat kijken, moet je het ook eens wat breder trekken. Stel u voor dat ik auto's verkoop. Dan zou je zeggen logisch. Andere autoverkopers zijn mijn concurrenten. Ja, dat klopt. Maar denk ook eens vanuit je klant, vanuit je consument. De behoefte die dat die klant heeft, is zich verplaatsen van A naar B. Een auto, zeker een oplossing, maar ook bijvoorbeeld een autodeelplatform. Andere mobiliteitsoplossingen kunnen concurrenten zijn. Die kunnen interessant zijn om naar te kijken. Jij als ondernemer, hoe pakken zij de dingen aan? Hoe zien zij hun webshop? Hoe pakken zij hun marketing aan? Ook dat is jouw... Concurrentieveld. Dus neem het zeker niet te nauw. Maar als je naar die concurrenten kijkt, bekijk dan zeker wat dat jou uniek maakt. Wat onderscheidt u? Wat zijn jouw unieke voordelen? In marketingtermen de zogenaamde USPs, Unique Selling Propositions. Je kan ook in je markt gaan Onderzoeken wat de trends zijn. Wat leeft er bij die consumenten? Wat is er momenteel hot topic? Waar zijn ze mee bezig? En een aantal tools daarvoor die gratis open beschikbaar zijn, zijn Google Trends en de Keyword Planner van Google Ads. Als je naar trends.google.com surft, dan kan je eigenlijk gaan zien. Wat zoeken mensen zoal tegenwoordig? En wat zoeken ze meer nu dan vroeger? Of wat zoeken ze heel erg veel, uh, heel erg vaak in de zomer of in de winter? Moest je dat onderzoek nu gaan doen voor onze markt, dan ga je zien dat de afgelopen maanden uh, een enorme boost hebben gekend in de vraag naar alles wat tuinproducten is, tuinonderhoud, tuinmubilair enzovoort. Daar ga je zien naar boven komen. Maar daar kan je dus dingen uit leren hè? Hetzelfde trouwens uit Keyword Planner. Keyword Planner geeft inzicht uit de keywords, de zoekwoorden die dan mensen effectief intypen, die ze gaan, gaan zoeken. Dus dan krijg je daar een idee van de volumes um, waarop dat die keywords gebruikt worden. Dus dat kan jou inspiratie geven. Hè. Welke productcategorieën zijn momenteel hip? Waar is vraag naar? Waar is behoefte aan? Um, allemaal inzichten die jou kunnen uh, de weg wijzen in het uh, samenstellen van het aanbod in je webshop. Andere bronnen, de trending video's, bijvoorbeeld op YouTube. Wat bekijken mensen? Hashtags op, uh, op Twitter. Wat is er nu trending? Wat houden mensen bezig? Wat zijn ze aan het zoeken? Uh, en ook in jouw sector zijn er ongetwijfeld rapporten, vaktijdschriften. Uh, online, waar je uh, zaken uit kan leren, schrijf je in op nieuwsbrieven uh, die in je sector relevant zijn. Think with Google is zo. Een, uh, Online bron eigenlijk een bijna een blog van Google met allemaal inspiratie en trends en uh, laatste uh, tips en tricks in verband met uh, alles digitaal. Dus dat is een uh, overkoepelende die zeker als tip kan dienen. Aan wie wil je dan verkopen? Dat was ook een belangrijke vraag. Hè. Wie is mijn klant? Wie is uw klant? Dat kan je eigenlijk gaan bepalen op basis van een aantal demografische kenmerken. Waar woont die persoon? Uh, uh, is dat een, een man? Is dat een vrouw? Is dat een jongere persoon? Is dat een oudere persoon? Uh, is die, in welke gezinssamenstelling leeft die persoon? Al dat soort elementen op een rijtje. Welke taal spreekt hij of zij uh, of die ook? Uh, en uh, de interesses dat die persoon heeft. Ook daarop kan je gaan kijken. Oké, okay, ik heb een, uh, een webshop in fietsuitrusting, in fietskledij. Uh, de mensen die bij mij kopen, dat zijn misschien amateurfiets maar heb ik misschien ook professionele fietsers? Heb ik misschien ploegen die dat gepersonaliseerde kledij willen? Dat soort vragen. Stel je je dan alvorens te starten met je aanbod. En hier komt hem dan, die marketingterm. USP, Unique Selling Proposition. Eigenlijk kan je dat op drie vlakken gaan bekijken. Je gaat eigenlijk kijken... Wie is mijn bedrijf en wat doet dat bedrijf voor die consument? En je kan gaan kijken... Je kan onderscheiden, je unique value gaan bepalen op basis van wat je aanbiedt. Is dat uniek? Misschien heb jij fietskledij die dat perfect waterafstotend is. Ik weet niet eens of dat dat zo uniek is, maar ik ga ervan uit. Dat is dan op het wat, op het effectieve product of het dienst. Maar het zou ook kunnen dat je zegt van ah ja, nee, ik heb fietskledij, de concurrenten hebben dat ook, maar hoe ik die verkoop, dat is uniek bij mij. Want ik heb fietskledij waar ik uh, volledig op basis van jouw maten... je neemt je omtrek van je armen en zo, en dan ga ik u zeggen ah, dat is het perfecte blouseje voor jou. Dat is eigenlijk een service, een dienst die dat uniek is ten opzichte van jouw concurrenten. Dus het aanbod is misschien hetzelfde, maar de service is verschillend. Andere van die USPs zouden kunnen zijn uh, supersnel leveren uh, of uh, of het samenstellen van een outfit in plaats van gewoon één kledingstuk te verkopen. Dat is eigenlijk USPs die je onderscheiden op het hoe je de dingen aanpakt, maar ook het waarom kan belangrijk zijn. De waarde waar dat jij als bedrijf voor staat, waarom doe je het, waarom zouden mensen geloven in jouw product? Bijvoorbeeld een uh, een, uh, opnieuw ons fietskledij. Uh, webshop die zegt van kijk, wij zetten volop in op duurzaamheid. Onze fietskledij is gemaakt van herbruikbare materialen. Wij uh, gaan leveren op een, uh, op een, op een kortbij manier, uh, zo ecologisch mogelijk. Dan koop je eigenlijk fietskledij bij hen, omwille van het waarom, van die waarde waar dat zij voor staan. Dus dat zijn zeker vragen als ik jullie een oefening mag geven thuis, die je voor jezelf ook eens moet doen. Hè? Wat doe ik? Hoe doe ik het? en waarom doe ik het? En waarschijnlijk ga je op die elementen wel zaken kunnen vinden die je onderscheiden van de concurrentie. Je gaat je concurrenten uiteraard in kaart brengen. We gaan daar natuurlijk eens gaan kijken hoe dat zij de dingen aanpakken en wat dat hun USP is, misschien kan je dat ook wel afleiden uit hun webshop en hun social media kanalen. Als het even goed zit, dan is dat daar ook uh, duidelijk uit. En op die manier krijg je ook wel een kaartje waar bevinden al die concurrenten zich en wat is mijn spot, wat is mijn plekje in die markt. Dus. Oefening. Ik had het aangekondigd. Kijk zeker eens wat jouw USB's zijn. Ga ook zeker eens naar de concurrentie kijken online. Bekijk die webshop en hoe onderscheid jij je van deze concurrenten. Schrijf het eventjes op. Bekijk het even later vanavond misschien of uh, op een fris moment morgenochtend. Uh, een goed startpunt om uh, je webshop te gaan bouwen. En dan is het. Tijd is de tweede keer naar jullie te gaan kijken. En dat is, we zijn aanbeland bij het bouwen van een webshop. En de volgende polvraag is dan ook, als je zo'n webshop zou gaan bouwen, ga je dat dan zelf doen? Of zeg je, nee, ik ga hulp inroepen van een partner. Welke optie zou jij verkiezen? Dat is meteen de volgende polvraag. En ondertussen kijk ik opnieuw naar Mark en vraag ik mij af of jullie al vragen hebben voor ons. Goed idee, want er zijn er een aantal binnengekomen. En een eerste komt van Frank. Frank die, uh, is al bezig. Uh, hij schrijft: Onze webshop is momenteel in de maak bij Proximus. Oh. Bedankt, Frank, daarvoor. Um, Raden jullie ons aan om een team onder de hand te nemen in verband met social media, etc.? Um, ze zijn een klein bedrijf en interessant om te weten is ze verkopen bloemen. Oh, dat is inderdaad uh, interessant om te weten. Um, ik raden u aan om een team onder de hand te nemen. Ja, dan nee. Frank, het is natuurlijk niet zo gemakkelijk, want ik weet ook niet uh, wat dat jullie skills zelf zijn in huis. Um, heel veel social media zaken kan je zelf onder de knie krijgen. Jullie zijn een klein team, dus je moet er altijd wel bij stilstaan dat als je dat zelf gaat aanpakken, dat daar wel wat tijd in kruipt. He? Daar komt wel wat bij kijken. Je gaat een, een planning moeten maken van wat post je wanneer, op welke kanalen, dat moet ook wel actief blijven. Hè? Uh, bekijk het zelf eens als je als, je als consument uh, op de social media gaat gaan kijken van een ander bedrijf en je ziet daar de laatste update in 2017, dat komt niet heel professioneel over. Dus als je start, als je aan de slag gaat met die promotiekanalen, is het ook wel belangrijk dat je een strategie uitbouwt die dat kan, je kan blijven uh, handhaven. Nu in het laatste stuk van dit webinar komen we er ook zeker nog eens op terug en gaan we wat meer in detail over wat voor type content, inhoud, kan je op die social media gaan zetten, hoe vaak moet je of hoe vaak kan je dingen uh, posten en Kleine uh, tip die ik alvast weggeef: je hoeft ook niet alles live altijd in het moment te gaan posten. Je kan ook um, dingen gaan plannen op voorhand. Nu, plannen en posten is maar één element. Je moet natuurlijk ook gaan antwoorden. Hè? Als mensen iets aan jou vragen, het heet social media, het is tweerichtingsverkeer. Dus ja, er komt wel wat weer kijken, maar ja, het is ook perfect haalbaar om het uh, uh, zelf te doen als je daar zin in hebt. Zeer interessante vraag van Jeffrey en hij schrijft Eerste plumpie voor u. Uh, hallo, voor eerst bedankt voor deze zeer interessante en tot dusver goedgebrachte webinar. Dank u wel. Hier heb ik een specifieke vraag voor. Als we de internationale markt opgaan, krijgen we met deze webinar ook advies rond de verschillende betaalmiddelen die ingezet moeten worden, die op bepaalde plaatsen de meest gewenste zijn als klant. Ik denk ook aan digitale munten en wallets die bijvoorbeeld in China populair zijn. Super pertinente vraag, Absoluut. inderdaad. Uh, wat als je met je website, hè, we zeggen het, we gaan nieuwe markten aanboren, andere segmenten, misschien ook hè, buiten de Belgische landsgrenzen. En dan reizen er natuurlijk een aantal vragen. Hè. Wat voor betaalmiddelen worden er daar gebruikt? Uh, wat doen we met de wisselkoersen uh, van de, de verschillende munten enzovoort? Uh, we komen. We komen daarop terug in de zin dat we in grote lijnen gaan bekijken welke tools er allemaal voorhanden zijn. En eigenlijk de beste tip die ik daar kan geven is: ga kijken naar waar je doelgroep zich bevindt. Aanvankelijk ga je dat moeten inschatten of ga je moeten je richten op een bepaalde doelgroep. Door de taal van je webshop ga je al veel, veel gaan beslissen, maar je hebt een doelgroep in ogen. En eigenlijk moet je. Het voor die doelgroep zo gemakkelijk mogelijk maken om te betalen. Dus als jij zegt: China, ja, dat is mijn targetgroep, dat is mijn markt waar dat ik mij op wil richten, dan ga je ook de betaalmiddelen in je webshop gaan, uh, gaan inbouwen, waarmee dat, uh, dat mensen in China uh, betalen. En dat kan dan bijvoorbeeld een Alipay zijn. Um, richt je op een doelgroep die het heel erg gewend is om met bitcoins te betalen, dan bied je dat aan in je Betaaloplossingen. Dus er is niet echt een pasklaar antwoord voor iedereen, maar voornamelijk zou ik zeggen maak de connectie met die consumenten die daar bij jou terechtkomen, eerst door je strategie, door waar je op je wil richten en achteraf kan je ook in de analyse in de analytics gaan kijken waar verkoop ik nu effectief aan en is mijn aanbod al geoptimaliseerd voor die doelgroep. Nog eentje? Ja, graag. Een eentje dan. van uh, Pia. Die vraagt... Ik denk eraan een webshop te lanceren, maar wat als ik drie weken met vakantie ga en ik geen collega als backup heb? Hele goede vraag. Wat als je met vakantie gaat en je hebt een webshop? Hè? Want we zeiden het daarnet, die klanten die verwachten heel veel. Die verwachten snelheid. Wel, gelukkig, goed nieuws. Je mag op vakantie gaan. Hè. Elke persoon heeft daar wel recht op. En er zijn dan twee opties, twee dingen die je eigenlijk kan doen. Oftewel zeg je, ik werk met een logistieke partij. Die doen voor mij de afhandeling, de fulfillment, die gaan dat voor mij shippen. Ik heb bijvoorbeeld mijn stok staan bij hen in het Warenhuis en zij verzenden. Dan is dat proces geautomatiseerd en dan mag je gerust op vakantie vertrekken. Let er misschien wel op dat er ook iemand is om vragen te beantwoorden. Worden, of stel een berichtje in op je chat dat je momenteel uh, niet bereikbaar bent. Stel, stel dat je zegt: Ja maar nee, ik wil echt super klein beginnen. Ik ga bij mij thuis aanvankelijk om het te testen. Ik wil niet te veel startinvesteringen doen. Ik ga kleine juweeltjes verkopen. Ik heb niet veel ruimte nodig. Ik ga dat zelf doen. Dan is authenticiteit mijn beste tip. Geef gewoon authentiek weer aan je klanten. Kijk, wij gaan er even tussenuit. We zijn een klein team, een kleine uh, lokale webshop. En uh, wij zijn twee weken met vakantie. Wil jij in die twee weken iets bestellen? Kan je daar misschien een leuk voordeeltje aan koppelen? Dan kan je korting, een kortingscode gebruiken, bijvoorbeeld. Of zeg je van nee, het is toch niet aan mij besteed, twee weken wachten, dan zien we je graag later terug. Dus die eerlijkheid, die openheid, dat is ook een tip die ik kan meegeven aan starters. Dat maakt ons allemaal menselijk, toch? Dat was het voorlopig. Dat waren de vragen voor dit gedeelte. En dan kan ik misschien eens intussen kijken of we ook al resultaten van de pol hebben die dat intussen zijn binnengelopen. Die zie ik nog niet verschijnen. Ik ben er zeker van dat dat er zo meteen aankomt. Ondertussen ga ik verder met hoe je nu een webshop eigenlijk kan gaan bouwen. En daar zijn eh, drie opties voor. In grote lijnen kan je eigenlijk gaan kiezen. Ga ik het volledig zelf gaan doen? Ga ik het volledig uitbesteden? De, de bouw van de webshop? Ga ik op een framework werken? Of ga ik met zo'n befaamde marketplace, zoals we daar net al uh, kort lieten horen, ga ik daarmee inzegen? Dan ga ik even kijken of ik mijn slides terug kan zien, en dan kunnen we verder gaan met de eerste van die opties. Want, dus, zoals ik zei, een goede voorbereiding die gaat vooraf. Daar hebben we juist al heel wat vragen over behandeld. Een platform kiezen, drie opties, ze komen er zo uit aan. En heel belangrijk ook, aandacht besteden aan de checkout, aan het proces where the magic happens, waar dat mensen effectief hun betaling gaan doen. Ook dat moet geoptimaliseerd zijn. Goede voorbereiding betekent uh, wat bied ik aan? Mijn producten, mijn diensten, heb ik daar foto's van? Heb ik daar unieke foto's van? Hè? Die dat jouw eigenheid als webshop uh, duidelijk brengen. Heb ik ook alle productgegevens van die producten? Uh, de verkoopsvoorwaarden, de retourvoorwaarden, zijn die opgesteld? Zijn die wettelijk allee, of legaal gecheckt geweest? Uh, zijn die duidelijk? Zijn die in orde? Oké. Okay. Een logistieke partner voor de verzending, hè, zoals de vraag van Pia daarnet, uh, ga, ik dat, uh, ga ik dat allemaal zelf doen of ga ik toch kijken naar iemand die me daarmee kan helpen? Ook verzending zelf. Hè. Je gaat gaan kijken uh, bij Bio. Post bij DHL, bij uh, MyParcel of andere oplossingen die dat, uh, die, dat die verzending voor jou gaan regelen, en een betaalprovider voor je online verkoop. Dat zijn eigenlijk de partijen die dat je gaat nodig hebben, of de beslissingen die dat je moet nemen. En daar is mijn beste tip. Ga goed vergelijken. Ga goed kijken wat dat er allemaal is en wat dat er voor jou het meest geschikt is. Ook ga je zien, sommigen werken met een vaste kost, eenmalig met een abonnementsformule of met een percentage. En ook daar is het soms moeilijk in te schatten voor welke ga ik nu ga kiezen. Dus als je die percentages hebt, bekijk dan eens hoeveel omzet ga ik of plan ik te gaan genereren. Ah ja, en dan is dat percentage daarvan berekenen. Dan kan je misschien zien dat na een jaar of na drie jaar dat soms wel duurder uitkomt dan de aanvankelijke investering om iets in één keer te betalen aan de opzet van een webshop. Voor iedereen anders uiteraard, er is geen right or wrong in het algemeen. Je gaat echt moeten kijken wat jouw behoeftes zijn en wat voor jou het best werkt. Eerste optie: een beheerd e-commerce platform. Groot voordeel, je moet niet veel zelf gaan zitten ontwikkelen. Je hebt niet echt setupkosten, je bent direct vertrokken, direct gelanceerd. Um, ze werken vaak met een abonnementsformule, dus een maandelijkse kost. Um, het kan goedkoper zijn, zeker bij aanvang, maar indachtig wat ik daarnet zei, zeker checken voor jouw situatie. En ze hebben een heel aantal centrale functionaliteiten die zij voor alle webshops die op hun platform worden gebouwd ontwikkelen en uitrollen. Ook de updates en de veiligheidsupdates gebeuren voor alle webshops die zij beheren. Dus zijn steeds wel in orde en mee met de laatste ontwikkelingen. Nadeel. Je hebt geen toegang tot je eigen hosting, dat gebeurt bij hen. Je hebt ook geen functionaliteiten op maat. Je moet dus echt gaan kijken dat wat er staat voldoet dat aan mijn noden. En dat is weer waarom het zo belangrijk is om goed onderzoek te doen. De support kan ook eerder aan de beperkte kant zijn ligt ook wat in lijn met het gebrek of de, de weinige kansen tot personalisatie. En het stopt vaak niet bij de abonnementskosten. Ga zeker ook kijken of er creditcardkosten zijn of nog andere percentages, bijvoorbeeld op je verkoop. Nemen zij daar een marge op? Dat is belangrijk. Enkele bekende of belangrijke uh, zie je daar rechts staan. Lightspeed... Shopify en BigCommerce. Dat zijn zo drie van die beheerde e-commerce-platformen die we toch wel heel regelmatig zien terugkomen. Uw tweede optie is om aan de slag te gaan met een content management system: CMS, hoor je ook wel eens passeren. Um, voordeel. Is dat je het kan personaliseren. Zowel qua design als qua functionaliteiten kan je ze aanpassen aan wat jij nodig hebt. Ze kunnen dus ook meegroeien met je bedrijf. Je zet vandaag een basis op en je zegt: Oké, okay, we plannen uit te breiden naar andere markten. We plannen uit te breiden naar andere segmenten. Dat is helemaal mogelijk. Je kan het ook laten. Supporten laten ondersteunen door, de, door een eigen webpartner. Uh, dus daar niet meer controle in jouw handen, of toch in handen van, uh, van jouw developers of jouw team. En het is de jouwe. Het is volledig in jouw eigen beheer. Duurder in setup dus wel, maar achteraf geen abonnementsformule. Je startinvestering is eigenlijk de grootste uh, financiële blok. En dat is niet altijd makkelijk, hè? zeker niet als startende ondernemer heb je misschien niet altijd die middelen om dat in één keer uh, te gaan uitgeven. Dus maak die planning goed voor jezelf uh, op, voornamelijk in functie van die functionaliteiten. Magento, PrestaShop, WooCommerce, WordPress, die hebben van die CMS-systemen die zeker je kunnen verder helpen om zo'n webshop te gaan bouwen. Dus onderzoek daar eens je mogelijkheden. Bekijk wat dat er tussen zit dat voor jou het beste kan passen. En de derde optie is een digitale marktplaats, zoals bijvoorbeeld je op Amazon of op Etsy of op Facebook Marketplace of op Bol. Je kan linken als verkoper aan hun platformen. Probeer eens na te denken over de laatste keer dat je misschien zelf als consument iets gekocht hebt op Bol en dat je merkt dat daarbij staat dat dat door een verkoper van Bol.com gebeurt. Dat, is eigenlijk, dat zijn van die webshops die gebruik maken van zo'n marketplace. Een aantal grote voordelen is dat zij een enorme marketingstrategie hebben. Jij surft eigenlijk mee op hun succes, op hun gebruikersbasis. En zoals je weet bij Amazon, bij Etsy, bij Facebook, die is enorm. He, voor degene die Etsy die niet zouden kennen, dat is meer zo'n marketplace waar dat, eh, handgemaakte creatieve eh, zaken op verkocht worden. Je hebt dus een gigantisch bereik, surft mee op hun marketing um, en alle servicenormen zijn ook al door die grote bepaald. Dus uw voorwaarden, enzovoort, die hebben zij al uitgeschreven, legaal gecheckt. Dat is in orde. Um, je hebt dus niet echt een uh, grote investering voor uzelf aanvankelijk, maar hun verdienmodel natuurlijk daaraan is, is dat zij commissie nemen, dat zij een percentage op jouw verkoop nemen. En ook daar weer, dat kan wel eens oplopen. Dus bekijk dat goed. Hè. Stel oké, okay, blue sky thinking, ik ga hier superveel verdienen, percentage ten opzichte van mijn omzet. Hmm, het gaat niet zo goed, wat ga ik dan verdienen? En wat is daar het percentage op? Zodat je een goed beeld hebt in alle scenario's. Wat ben ik kwijt op het einde van het jaar, op het einde van het drie jaar? En dan pas kan je een goede vergelijking maken met bijvoorbeeld een CMS of met een beheerd e-commerce platform. Zij bepalen de spelregels. Uh, je bent daar ook een beetje afhankelijk van uiteraard. En... Uh, toch wel ook een hele belangrijke, als je terugdenkt aan je laatste aankoop op Amazon of op Bol. En dat was met zo'n andere verkoper. Herinner jij je naam nog? Meestal niet. Hè? Meestal herinner je je, ik heb dat Bol gekocht en niet ik heb dat van die verkoper gekocht. En wat is de consequentie? Dat bij je volgende aankoop, stel ik heb daar um, een tuinstoel gekocht, de volgende keer dat ik iets voor mijn tuin ga kopen, waar ga ik opnieuw naartoe gaan? Naar Tuinstoelen.be of terug naar bol.com. Die naamsbekendheid dat is toch wel een groot probleem. Want terugkerende klanten aan u vastbinden, dat is een grote grote mogelijkheid, een grote opportuniteit voor u als webshop. Een bestaande klant houden, kost u 5 tot 25 keer minder in marketing dan een nieuwe klant gaan aanwerven. Dus dat is ook wel een belangrijk criterium om mee rekening te houden. Maar zoals ik al zei, There is no right or wrong. Bekijk het vooral voor jouw eigen situatie. En check-out, daar waar dat de eigenlijke betaling plaatsvindt, dat moet ook zo optimaal mogelijk gebeuren. Dus besteed daar zeker genoeg aandacht aan. Hou het zo makkelijk en kort mogelijk. Stel u bij alles wat je vraagt aan uw klant de vraag: heb ik dat wel echt nodig? Hè? Geboortedatum, heb ik dat wel echt nodig? Uh -huh. Hoe minder drempels, hoe minder vakjes om in te vullen hoe makkelijker je hen door het proces loodt, hoe minder kans dat je hen kwijt raakt. Verplicht dus ook geen login. Hè? Ken je dat zo? Je moet dan eerst een account maken, dan naar je mailbox gaan, wachten zo op de bevestigingslink, daar dan op klikken, terug naar je webshop gaan. Grote kans dat je in heel dat proces je klant al lang kwijt bent. Dus hou dat voor achteraf. Laat Uitloggen als gast of afrekenen als gast liever, uh, maak dat mogelijk. Onderbreek dus dat koopmoment niet. Zeker niet als het over een impulsaankoop gaat. Zou die extra stap naar die mailbox en zo wel eens kunnen betekenen dat je een kwijt bent, dat je die impuls hebt onderbroken, dat mensen toch beginnen nadenken... Hm. Ga ik dat wel doen? Zou ik het niet toch eerst nog eens gaan kijken in de fysieke winkel? Of heb ik niet nog iets liggen dat wel ook oké okay is? En, en laat mensen niet dom voelen. Er is niks zo spijtig als iemand die op een webshop komt en zoiets heeft. Amai, hiervoor moet je echt te veel gestudeerd hebben. Dat snap ik niet. Gebruik eenvoudig, drempelverlagend taalgebruik. Op die manier maak je het eigenlijk zo duidelijk mogelijk voor de klant. Uh, is alles steeds bereikbaar? Zijn de, prof, de, de formulieren um, gemakkelijk, laagdrempelig om in te vullen? En ga je dat afrekenproces niet te hard onderbreken? En dan zo verder leiden naar de checkout en de eigenlijke aankoop. En in het begin, hè, en dat kan ik echt uit ervaring zeggen is dat super fijn. Die eerste verkopen dat je gaat hebben op je webshop, dat is echt altijd een klein feestje. Maar Mark, die staat hier ook bij ons, want ook Proximus heeft eigenlijk een mogelijkheid, een aanbod om je daarbij te helpen en om zo'n webshop op te richten. Vertel eens, maar. Kom er even bij Inderdaad, uiteraard bieden wij de webshop aan. Dat is een optie op ons bestaand product: het volledige ontwerpen van een website. Dat gebeurt door een digitaal expert die echt met de klant, met u dus, stap voor stap uw website opbouwt. Volledig in de vorm die u wenst. Dat gebeurt niet op één dag, uiteraard, maar ze gaat heel vlug operationeel. Eens jullie overeengekomen zijn hoe de webshop en hoe de website er moet uitzien. Uitzien, wordt die online gebracht en uiteraard is die uh, 100% veilig bij ons, uh, wordt gehost hier in ons land in België. Het is een intuïtief en, en gemakkelijk platform en zeer belangrijk ook, ze is, is uh, toegankelijk op alle screens. Of het nu een laptop is, op een pc of op je smartphone, tablet, u kunt uh, onze website overal uh, bekijken zoals het hoort. Met daaraan gekoppeld de, de webshop uiteraard. Uh, en, en een hele belangrijke vind ik toch, u hebt het al eens gezegd, uh, uh, vernoemd liever. Uh, bepaalde platforms uh, vragen een, een percentage op uw verkoop. Proximus doet dat niet. Dus als u iets verkoopt, uh, is u. Winst eigenlijk 100% voor u. U betaalt Proximus geen commissie. Dat is toch wel een belangrijke, vind ik. En um, uiteraard is het de beveilige betaalmodule en is de leveringsmogelijkheid. Die bestaat uit vele opties. We werken echt à la tête du client, als ik het zo mag uitleggen. Um, en we doen het allemaal voor u. Um, Kunt u het zelf, des te beter, maar ik kan me inbeelden dat u als ondernemer zelf graag uh, u focust op uw business en dat u dat soort zaken overlaat aan bijvoorbeeld Proximus. En we gaan dat met heel veel plezier doen. Oké. Okay. En de mensen kunnen voor meer informatie daarover naar proximus.be. Ja, inderdaad. Uh, daar kun je al heel wat informatie vinden. Maar ik kom straks nog terug op het einde van de webinar hoe we in contact kunnen komen met, met jullie. Um, en ik had ondertussen ook de uitslagen van de poll binnengekregen. Misschien kunnen we die even delen. Nu. Fantastisch. Uh, het is ongeveer 50-50. Uh, ja. 54% procent, uh, neemt hetzelfde handen. Okay. En de andere helft uh, zoekt iemand om het uh, te doen voor hen. Oké, okay, vooral. Ik zou zeggen... Als jullie iemand zoeken om het voor jullie te doen, dan heb je hier al een hele mooie optie waar heel erg veel aan gedacht is op deze vlakken. Dankjewel, Mark. Alsjeblieft. En ik had het al aangekondigd. Hè. Ook na de lancering stopt het werk jammer genoeg nog niet. Allee, of het wordt juist leuk en spannend, want je gaat het zien groeien. Je gaat meer verkopen zien gebeuren, meer kopers zien komen. Dus alles wat marketing en promotie van je webshop betreft, daar nemen we je de komende minuten in mee. Intussen, misschien ja. nog even kijken, Mark, of er ook al vragen zijn. Inderdaad, ja, er zijn er heel wat binnengekomen. Heel Ik zal er nu een aantal uitnemen en de rest houden voor later. Uh, Lisbeth, uh, we willen een automatisch boekings- en betalingssysteem voor een vakantie. Ja. Uh, zie ik dat ook als een webshop of moet ik dit anders benaderen? Wat is het beste platform daar? Wat is uw advies? Um, Oké, okay, dus het gaat over uh, de reservaties voor een, um, voor een, uh, een huisje of een, vakantiehuis. Ja, ja, een vakantiewoning. Ja. Um, het gaat over een dienst, hè. dus eigenlijk de principes van een webshop komen daar ook bij uh, van pas. Um, ik weet bijvoorbeeld in de WordPress-omgeving kan je heel erg makkelijk uh, kalendermodules, waarin dan je dan ook meteen de beschikbaarheden ziet van je huisje, um, koppelen aan betaalmodules enzovoort. Dus dat kan zeker. Ook met dezelfde mogelijkheden. En ook daar heb je eigenlijk opnieuw een beetje de keuze. Hè? Ook de marketplaces, zoals we daarnet zeiden, Bol.com, Amazon enzovoort, bestaan voor die reismarkt. En dan hebben we het over uh, een Booking, een Airbnb bijvoorbeeld, zijn dan de opties waar dat je naar gaat kijken. Via de welke dat je ook uh, jouw huisje en de reservaties kan beheren. Dus ook daar weer een waaier aan opties. Trouwens, als ik zo vrij mag zijn, in onze oplossing, BizOnline, ja. het product waar ik het net over had, uh, daar is ook zo'n formule in uh, begrepen. Ja. Dus, uh, voilà, is dus... Bit, als je daar uh, nog verder wilt, uh, eventjes uh, naar kijken. Op onze website ga je zeker informatie vinden. Dan heb ik een, 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 uh, uh, een andere vraag van Mark. Um, die blijft een beetje op zijn honger zitten. En ik begrijp hem wel, want hij is een B2B-dienstverkoper. Ja. En wat is daar uw advies? Um, voor iemand die diensten verkoopt, is een, is een webshop dan relevant? Of het, het hangt er natuurlijk vanaf. Uh, ja, zeker. Hè. Het gaat over producten of diensten. En inderdaad, mijn excuses daarvoor. In de voorbeelden gebruiken we heel vaak producten omdat dat toch het tastbaarste is. Maar stel bijvoorbeeld dat jij uh, online coachings gaat aanbieden of online uh, consultancy of IT-support of wat dan ook. Dan kan je ook perfect met kalendermodules of met een productcatalogus aan jouw services uh, die online aan de man gaan brengen. Dus dan dan gebruik je eigenlijk je diensten als je catalogus en kan je op die manier ook die verkopen online sluiten. Oké, okay, en nog eentje. Um, hallo, in een B2B-wereld is het mogelijk om geautomatiseerde facturatie mogelijk te maken via een webshop? Het is ja. een vraag eigenlijk, is dat mogelijk? Ja. Geautomatiseerde facturatie inderdaad. Uh, in heel wat van die modules, maar daar ook zou ik weer gaan zeggen: van, ga eens vergelijken wat dat de tools aanbieden. Maar in heel veel van de betaalmodules is er ook een facturatiesysteem aangekoppeld. Uh, je kan ook vaak de link maken met jouw eigen uh, facturatiesysteem, zodat het daarmee uh, mee in lijn gaat. Het hangt er een beetje vanaf van welk platform dat je precies kiest. Uh, ik denk als je daar nog uh, verder in geholpen wilt worden op die specifieke vraag, dat jouw BIS-expert daar ook mogelijk contact over kan opnemen. Mm -hmm. nog, nog een laatste? Oké, okay, ja. nog een laatste. Um, Inge, die vraagt: um, Hoe kan ik mijn stok het best beheren als ik zowel een e-shop heb als een fysieke winkel? Ja, ook een hele goede vraag. Stokbeheer. Hè? Want je hebt op dat moment eigenlijk twee. Uh, manieren waarop dat, dat buiten gaat. Dus je hebt, je hebt de stok van je webshop en de andere stok. Ook daar moet je kijken naar integratiemethodes. Je bent zeker niet de enige daarin. Die integratiemethodes zijn er. De manieren om die stokbeheer, dat stokbeheer op elkaar af te stemmen. Maar dan moet je echt gaan kijken naar die, uh, naar die specifieke oplossingen. Dat is, uh, het zou ons iets te verdrijven om daarover verder in detail te gaan. Mijn excuses daarvoor. We moeten ons toch tot ons uurtje beperken. En dat gaan we ook meteen doen. Uh, jullie verdere vragen. Die worden achteraf ook opgepikt. Moest ik niet alles hebben kunnen beantwoorden, dus dan komen we daar zeker nog bij u op terug. Maar belangrijk na de lancering: wat hebben we nu gedaan? Wat is er belangrijk om iemand over de streep te trekken om bij jou te komen? Ten eerste, uw website zelf moet heel duidelijk weergeven wat uw sterke punten zijn, en je kan daarvoor het arsenaal aan, aan multimedia gaan gebruiken. Je kan foto's van je producten of diensten gaan tonen. Maar bijvoorbeeld, om terug te komen op de heren uit de B2B-omgeving daarnet, een video waarin dat je jouw team voorstelt, waarin dat je jouw diensten uitlegt, kan ook heel erg overtuigend werken. En ook de juiste beschrijvende tekst, die gaat daar zijn nut in hebben. Voor social media, en daar was ook al een eerdere vraag over gekomen, is het belangrijk op regelmatige basis. Gevarieerde content te brengen. En daarvoor kan je best een contentplan opstellen en publiceren op de kanalen die dat belangrijk zijn. En de vraag komt echt heel vaak: ja, welk kanaal moet ik nu kiezen? Hè? Moet ik nu voor Instagram gaan? Moet ik op Facebook gaan werken? Moet ik een blog starten? Wat moet ik nu doen? Daar is de voornaamste tip of het beste antwoord. Kijk waar dat uw klanten zijn. Die zijn misschien anders voor de B2B-services dan voor de webshop met de, uh, bloemen waarschijnlijk. De Pinterest, Instagram, de creatievere kanalen, dat is absoluut waar de bloemen hun plek vinden. Voor de B2B zou LinkedIn mijn eerste top-of-mind-idee zijn. Maar ga dan zeker eens onderzoeken wat jouw kanalen zijn, voornamelijk die waar jouw doelgroep zit. Besteed daar ook zorg aan, aan waar je die verspreidt, hoe je die verspreidt. En ga ook eens kijken, misschien kan jij ook wel unieke zaken brengen naar je klanten. Misschien kan je ook wel trends spotten in wat dat er bij jou gekocht wordt, of in het geval van de, van de services, van de diensten. Eh, de vaakst gestelde vragen of de meest opgeloste problemen, dat soort inzichten die je kan halen uit je eigen data, kunnen interessant zijn om context te creëren, om je expertise duidelijk te maken en om dat in de markt te zetten. En via waar dan? Via welke kanalen kan je dat gaan delen? Een blog is heel interessant, Zorg dat je mee, steeds mee bent, hè, dat je laatste nieuws deelt enzovoort. Een vlog, dan hebben we het over een videoblog of een, een, een verslag in, in video's, vaak op YouTube. Uh, social media. De verschillende kanalen die dat er dan zijn. Een podcast is ook erg opkomend. Hè. Steeds meer mensen gaan hun kennis en expertise gaan delen in, uh, in audio, in een podcast op Spotify, op Apple Music, uh, in de Play Store enzovoort. En een nieuwsbrief, um, dat houdt voornamelijk je bestaande klanten eigenlijk mee. Je kan daar slimme dingen mee gaan doen, je kan daar ook mee gaan automatiseren met zo'n nieuwsbrief. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen. Tuinstoelen, er komt een nieuw seizoen aan. Let op, die gaan afzien van het weer. Hier verkopen we ook hoezen voor over je tuinstoelen te doen. Dat is een slimme manier om opnieuw je eerdere klanten terug tot bij u te lokken. Of iemand heeft bij u een printer gekocht. Jij weet dat je data, mensen die een printer kopen. Kopen gemiddeld drie tot vier maanden later de eerste keer inktpatronen, dan is dat het goede automatische moment om een mail te sturen over inktpatronen. Zo kan je hele slimme dingen doen, die je misschien eenmalig wat werk kosten, maar die dan de marketingmachine voor jou automatisch laten verder draaien. Belangrijk in al die zaken is dat je moet weten dat die klant zijn reis, de customer journey, de befaamde customer journey, dat die complex is. Het is niet zo iemand komt op je site, kijkt rond en koopt. Heel soms wel als ik heel veel honger heb en ik ga vandaag een, op een, een pizza webshop en ik bestel die meteen, dan is dat omdat ik nu honger heb en dan ga ik nu mijn pizza kiezen. Heel vaak ook niet. Stel je voor dat ik opnieuw uh, op zoek ben naar uh, een, een, een grotere... We zullen nu eens een service nemen. Dat ik op zoek ben naar een coach die dat mij kan uh, helpen met mijn digitale strategie. Dan ga ik niet op die site gaan en dat direct gaan beslissen. Waarschijnlijk niet. Wat ga ik wel doen? Ik ga voor de eerste keer zoeken coach digitale strategie. Ik ga dat doen via een zoekmachine, via Google in dit geval. Ik kom op een coach haar of zijn website terecht en ik bekijk die eens. Ik ga eens kijken op maps. Ah, waar is die precies gelegen? Zeker in fysieke tijden, uh, tijden van fysieke coachings, is dat een uh, belangrijke zaak. En Ook op die maps kan ik misschien al eens zien, hmm, wat zijn de reviews, wat zeggen mensen over haar, wat voor een rating krijgt die coach. Ik zoek die dan ook nog eens op op social media. Ik kijk ah, hoe ziet dat er zo uit, die coachingpraktijk en zo, want dat vind ik toch allemaal heel belangrijk. En uiteindelijk beslis ik pas tot een aankoop. Er is dus heel wat tijd gegaan tussen mijn eerste contact en mijn eigen aankoop, die inzichten en die klant vasthouden doorheen dat denkproces en aanwezig zijn op die kanalen waar dat die u gaat zoeken, dat is ook van essentieel belang. Die customer journey die zo, die heeft dus zo vier fases, niet altijd lineair, euh, zeker niet. Dat kan een beetje heen en weer springen, maar we kunnen wel onderscheiden dat op basis van de intentie, van de bedoeling van de klant, dat er zo wat vier fases zijn. Er is de fase van bewustwording, zien. De klant kent jou nog niet, weet niet dat jullie webshop bestaat. Uh, dus die moet hij leren kennen. Bij denken moet hij eigenlijk heel makkelijk kunnen overwegen. Is dit iets voor mij? Is dat het product dat ik zoek? Goed kunnen vergelijken, bekijken, de voordelen leren kennen, uh, de prijs uiteraard. Op het moment van doen, de aankoop, is het belangrijk dat dat zo makkelijk mogelijk gaat. En, niet te vergeten, dat die klant een veilig gevoel heeft. Dat is heel erg belangrijk ook, dat dat een beveiligde website is, dat die in alle vertrouwen zijn of haar betaling kan doen. En dan houden van de loyale klanten, de terugkerende klanten, die dan onze ambassadeurs kunnen worden, eh, die dan opnieuw bij ons kunnen komen. Dat is ook een hele belangrijke doelgroep om dicht bij u te houden en voldoende aandacht aan te besteden. Dus de activiteit van de klant in de zienfase, ja, die weet het nog niet echt, want die weet niet dat je bestaat, die heeft jou nog niet gezien, dat is passief. In de, doenfale, in de denkenfase gaat hij opties overwegen. Bij doen is hij klaar om het product aan te schaffen. En bij houden van gaat hij dat opnieuw gaan kopen. Dus jij moet daar ook op inspelen en zorgen dat hij jou kan vinden, de juiste info kan vinden, de beslissing kan nemen en opnieuw bij jou kan komen. <coughs> Adverteren kan onder andere ook met de shopping ads en je ziet daar zo'n voorbeeldje. Hè? Dat zijn die hele visuele resultaten als jij bijvoorbeeld in Toetst, of als jij zoekt naar een blauwe camera kopen of een zwarte camera kopen met een telelens, dan zie je daar die shoppingresultaten. Dat zijn advertenties, uh, visueel. En je kan eigenlijk gaan vergelijken op basis van de prijs. Dus vaak is die prijs wel een belangrijke factor om daar te gaan beslissen. Maar ook de beoordelingen, de sterretjes uh, van die verkopers... Uh, Sterk op prijs gedreven en is ook niet voor elke webshop van toepassing. Google gaat daar wat vereisten op leggen: naar techniciteit en naar juridische voorwaarden. Maar die kan je makkelijk online vinden waaraan je moet voldoen als je aan de slag wilt met zo van die Google Shopping Ads. Ook in de search, in, het, in de zoekresultaten, kan je adverteren. En dan zie je bovenaan je eerste resultaten, soms staat daar AD-ad of advertentie voor. Um, op die manier kan je op populaire zoekwoorden of op heel specifieke zoekwoorden voor jouw product gaan zorgen dat je bovenaan verschijnt. En dat is vaak een startpunt voor nieuwe klanten tot bij jou te krijgen. En uh, ja, die zijn gericht naar iets op zoek. Hè. Dus als mensen al iets gericht aan het zoeken zijn, is de kans vaak groter dat het ook relevant is voor hen. Dus uh, is het minder in het wild. Um, Adverteren dan echt uh, specifiek op dat, uh, op dat zoekgedrag van de mensen. Soms ook hoge concurrentie weliswaar. Hè. Soms willen heel veel mensen hun advertentie daaraan gaan tonen. En het is een biedingsstrategie. Dus hetgene dat je gaat betalen voor een klik hangt af van hoeveel er geboden wordt ook door jouw concurrenten. Maar je kan ook altijd makkelijk uh, zien wat je aan het uitgeven bent aan een klik. Hoeveel verkopen dat daaruit voortkomen en dan terugkijken, hè, monitoren. Is het, is, het, is het het waard? Is het relevant? Ben ik juist aan het investeren? Kan ik misschien meer bieden? Of moet ik minder bieden om een optimale return on investment te gaan hebben? Uiteindelijk het, blijft het belangrijk dat je er iets aan overhoudt: dat je er winst aan hebt, hè, dat we niet meer aan het investeren zijn in. Ons verkeer naar de site dan dat we uiteindelijk terughalen uit de verkopen. Want die winstgevendheid die is superbelangrijk voor jullie allemaal om te kunnen blijven verder leven euh, als zaak, maar ook met je webshop, uiteraard. En Facebook en Instagram ook, die bieden advertenties. Dat zullen jullie ongetwijfeld weten, dat je daar af en toe ook gesponsorde resultaten in hebt. Uh, Facebook, Instagram, die social media, die weten ook veel over doelgroepen. Dus die kunnen ook op die interesses en zo van mensen gaan selecteren. Dus ze kunnen eigenlijk gaan zeggen, die uh, advertentie, in dit geval van een uh, videogame, dat gaan we specifiek gaan sturen, niet zomaar naar... ...jongeren, maar echt wel naar jongeren die geïnteresseerd zijn in gamen... ...waarvan we weten, oh, die, uh, die uh, liken uh, Playstation bijvoorbeeld... Uh, die, spelen dat op, ...die spelen daarop, die kijken naar uh, vloggers die dat, uh, bezig zijn met gaming... ...zij weten dat soort profilering, kennen zij... ...en zij kunnen dat ook aanbieden om daar specifiek op uh, te gaan targeten... ...u daarop te gaan richten bij uw advertenties... Social sharing is caring. Dat is natuurlijk ook nog een belangrijke. Als uw doelgroep gaat zelf dingen delen over u, hè. stel een klant, een tevreden klant deelt iets op social media, ga daar ook mee in interactie. Bedank die klant daarvoor. Uh, Apprecieer dat hij of zij dat gedaan heeft. Dat is uh, interessant. Maar ook ads kunnen uiteraard gedeeld worden, uh, waardoor dat het weer uh, breder bereik gaat hebben. Je kan dus, als je het goed instelt, heel nauwkeurig gaan. Targeten, gaan richten. Wie krijgt dit wel te zien? Wie krijgt dit niet te zien? Banneradvertenties zijn zo'n andere mogelijkheid. Je hebt ze zeker al wel gezien in dit voorbeeldje hier. Zijn we op een blog terechtgekomen van een meisje dat uh, voetbalfan is of die graag voetbalt? En je ziet dan aan de rechterkant zo'n advertentie, zo'n banner voor een paar sportschoenen. Meer specifiek een paar voetbalschoenen. Heel erg relevant natuurlijk, want we weten dat mensen die een blog lezen over voetbalmeisjes, dat die geïnteresseerd zijn in voetbal. Dus dan is dat een warme doelgroep voor die voetbalschoenen. Op die manier kan je dat ook gaan doen. En dat werkt eigenlijk vooral sterk bij remarketing. Remarketing, dat betekent dat je iemand die eerder met jouw bedrijf in contact is geweest, gaat oppikken. Terug gaat gaan bereiken. Dus dat is uh, daar voornamelijk sterk bij. En je hebt ongetwijfeld al gezien, je bent op een webshop geweest, en je hebt daarnaar... Um, een uh, leuke rugzak gekeken en je ziet achteraf banners verschijnen op websites waar, dat jij, op, uh, waar dat jij naartoe surft met diezelfde rugzak. Dan vraag je je soms af: is dit nu toeval of niet? Nee, dat is geen toeval. Je gaat eigenlijk door je bezoek aan die website, gaat er een cookie geplaatst zijn en op die manier kunnen zij out, geautomatiseerd die rugzak opnieuw aan jou tonen in een banner. Vooral, namelijk, dus impactvol bij mensen die al een eerste vertrouwen hebben bij u, met uw bedrijven. Die u al eens gezien hebben, die u herkennen, die u nog eens tegenkomen. Influencer marketing sinds 2017-2018, ook eh, alomtegenwoordig op social media, is eigenlijk, eh, zijn merken die dat bekende. Mensen die, mensen die invloed hebben, gaan betalen om producten te promoten in hun content. Bijvoorbeeld een, een vlogger hè, die dat, een product krijgt opgestuurd. Hier in dit uh, voorbeeldje een, uh, een dame die bekend staat om haar uh, make-up tutorials. Uh, en zij krijgt een product opgestuurd om dat dan te testen in haar video's. Zij heeft een grote brede volgersbasis die haar volgen om wat zij doet, dus die ook geïnteresseerd zijn in hetgeen zij doet, in dit geval make-up tutorials. Dus het product dat zich daarin lanceert, hè, als dat in lijn ligt met het doelgroep en het format van die influencer, kan dat een heel grote impact hebben, omdat je echt die aandacht hebt van dat publiek en hoge betrokkenheid gaan krijgen. Belangrijk wel is dat je die uh, influencer waar je, waar je mee samenwerkt authentiek laat zijn laat die toe om in zijn of haar eigen stijl te communiceren en ga niet zeggen je moet die foto delen met die tekst erbij want dan komt dat heel erg vals over en dan verlies je ook een deel van de kracht van de authenticiteit van uh, die post een andere mogelijkheid voor marketing is affiliate marketing affiliate marketing betekent dat je gaat uh, op andere sites, uh, mensen die bijvoorbeeld een blog hebben, een, uh, een reisblog. We nemen even het voorbeeldje van een van jullie met het vakantiehuisje. Stel dat jij doet aan affiliate marketing, dan ga je aan een reizend gezin, een reisblog, um, uh, die gaat kunnen een link naar jouw huisje op hun blog zetten, in bijvoorbeeld een lijstje van de vijf leukste vakantiehuisjes aan zee. En op het moment dat er iemand via die link bij jou terechtkomt en een boeking plaatst, ga jij een deelcommissie betalen aan die link, aan diegene die die blog heeft, dus die dat lijstje heeft gepubliceerd. Grote voordeel, klikt daar niemand op, komt daar geen reservatie uit voort, dan ga je ook niks betalen. Dus je betaalt enkel als er een effectieve lead of verkoop heeft plaatsgevonden. En dat wordt echt wel vaak gebruikt, ook door webwinkels. En automatisering, ik had het al een beetje weggegeven, daarnet bij die remarketing, dat is de toekomst. Hè? Um, Emily's dresses hier. Uh, als ik die ben er te zien, krijg heel goed mogelijk dat ik dat specifieke kleedje, of toch kleedjes in die stijl eerder bekeken heb op hun website. Um, hoe persoonlijker, hoe relevanter dat je het maakt voor die klant, hoe beter of hoe meer kans dat je hebt dat hij er iets mee gaat doen. Dus de juiste boodschap brengen aan de juiste persoon op het juiste tijdstip en aan de juiste frequentie. Dat is wat er allemaal mogelijk is met die netwerken die uw advertenties gaan uh, automatiseren. En personaliseren hè. en op die manier uh, beter aansluiten nog bij wat dat die persoon interesseert. Dat uh, kan niet alleen voor de advertenties, trouwens, maar ook voor al uw communicatie en aanbiedingen. Er uh, is heel wat automatisatie dat er al is en dat er nog verder aankomt. Een tweede oefening uh, is Ga eens gaan kijken uit al die kanalen wat we nu gezien hebben: bloggen, vloggen, influencers, affiliates, uh, adverteren, in search, in banners, remarketing. Wat zou jij nu gaan gebruiken om jouw website bekend te maken bij je doelpubliek? Denk ook steeds: uh, wie is mijn doelpubliek en waar, op welke kanalen zitten zij en wat gebruiken zij? En kies dan twee kanalen en vertel ook eens aan een huisgenoot, aan een collega uh, waarom dat je die zou kiezen, zodat jullie de discussie daarover Starten en opentrekken. Een hele boterham, marketing van je webshop. En ik vermoed dat daar toch ook wel wat vragen bij zijn gekomen, Mark. Dat is een juist vermoeden. Uh, Bart die vraagt, um, aansluitend op wat je net hebt uitgelegd, begrijp ik het juist dat ik om nieuwe klanten aan te trekken eerder via social media moet gaan en voor bestaande klanten eerder via een e-mail of een e-newsletter, een heel goede vraag. Het is inderdaad een heel juiste conclusie, Bart, dat je afhankelijk van de fase of afhankelijk van hetgene dat de, dat de klant doet, andere kanalen gaat gaan kiezen. E-mails gaan minder goed werken bij mensen die nog nooit geen contact hebben gehad bij je bedrijf. Bedenk hoe dat je zelf bent: je opent s ochtends je mailbox en je hebt daarin 200 commerciële e-mails, bijvoorbeeld. Welke gaan je aandacht trekken? Welke ga je lezen? Welke ga je openen? Dat zijn vaak die waar je de geadresseerden al van herkent, dat dat je vertrouwd in de oren klinkt of dat je weet: ha, oh, Coolbloe, die delen altijd. Uh de leukste, laatste technologische snufjes, dat interesseert mij wel, dan is dat de mail die je eerder gaat opdoen. Hele kleine kans dat je op een mail gaat klikken van een bedrijf waar je nog nooit van gehoord hebt. Dus zo kan je al wat zien: inderdaad, e-mail, dat is toch eerder in die loyaliteitsfase. In de zienfase, de passieve fase, mensen kennen jou nog niet. Kan je ook niet gaan verwachten dat ze al ingeschreven zijn op je newsletter of dat ze al op je site zijn geweest. Dus daar moet je echt gaan naar de kanalen toe gaan waar je klant zich bevindt. Nog eentje, Mark. Ja, nog eentje. Uh, Marianne die vraagt uh, een beetje een algemene vraag. Uh, enige idee wat uh, voor de meeste ondernemers nu het meest opbrengt? Is dat de webshop of is dat nog altijd de fysieke shop? En hoe relateert zich dit procentueel? Dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Wat levert nu het meest op een fysieke shop of een webshop? Uh, ook weer daar, er is geen pasklaar antwoord over, uh, overheen, alle, alle businesses heen. Er zijn aan allebei kosten uh, verbonden. Fysieke shop zit je vaak aan, aan, uh, aan grote ja, huurprijzen, aan pand, uh, de decoratie van dat pand, elektriciteit, water enzovoort. Uh, bij, bij webshops zijn de kosten van een heel andere aard. Hè? Logistieke opvolging, bouw van een webshop. Dus eigenlijk hangt alles af van wat zijn die vaste kosten in um, zo'n uh, zo fysieke winkel. En moet je niet over jezelf gaan berekenen: waarmee kan ik al aan de slag online? Um, uh, eigenlijk kan die investering qua geld echt heel goed meevallen, maar. Als je weinig geld eraan gaat besteden, steekt je er vaak wel meer eigen tijd in. Dus, dus tijd is ook geld natuurlijk, dus je moet echt de volledige afweging maken. Jammer genoeg kan ik geen pasklaar antwoord geven voor alle webshops in België. Maar we moeten dat gaan meten. We moeten weten wat is het ons aan het opbrengen is. En dat brengt ons naadloos, bedankt voor die vraag, bij het gedeelte meten is weten over analyse. En eigenlijk heb je het misschien wel al eens eerder gehoord. Kan je aan je webshop... Uh, makkelijk een stukje code koppelen waarmee je toegang hebt tot Google Analytics. Sommige van die tools hebben ook nog andere analyse tools, maar het komt eigenlijk altijd een beetje op hetzelfde neer. Dus we gebruiken het voorbeeld van Google Analytics. Daarin kan je heel veel leren. Hè? Hoeveel mensen komen er op die website? Uh, wat doen die op die website? Tot in welke stap van mijn proces gaan ze? Enzovoort. Allemaal super interessant en heel specifiek voor e-commerce. Kan je een stukje e-commerce tracking code toevoegen? Op uw website. Dat is wel belangrijk dat je dat eerst gedaan hebt, want dat is geen standaard rapport. Maar als je dat gedaan hebt en hij kan e-commerce-resultaten binnenhalen, dan zie je dit dashboard ingevuld staan. En dan zie je eigenlijk echt, oké, okay, van uw e-commerce, um, wat is de conversieratio? Hoeveel van de mensen die daar op de webshop zijn gekomen, zijn effectief tot een verkoop overgegaan? Uh, dat soort inzichten krijg je. Je kan die ook vergelijken door de tijd. Hoeveel transacties zijn er en hoeveel opbrengst is er uit mijn transacties gekomen? Door een juiste koppeling daarvan zie je ook meteen uh, hoeveel het u opbrengt. En kan je ook de terugrekening maken van uw return on investment. Hoeveel heb ik erin gestoken en hoeveel is het mij aan het opleveren? Je ziet ook statistieken zoals de gemiddelde bestelwaarde, het aantal unieke aankopen. Uh, dat staat allemaal in die rapporten. En je kan ook in de andere... Uh, Dashboards, zoals hier bijvoorbeeld het dashboard waar je per kanaal je bezoekers gaat gaan meten, kan je dat e-commerce luik aan toevoegen. Zoals je ziet daarbovenaan, ik selecteer e-commerce en ik zie dan eigenlijk meteen mijn opbrengsten, mijn e-commerce resultaten in functie van dat rapport. Dus hier zie ik uit mijn organische search, mijn niet betaalde zoekresultaten, um, Daaruit heb ik van mijn 19.000 bezoekers heb ik er 7.500. Van die 7.500 hebben we een 1,43% conversieratio. Uh, in harde aantallen zijn dat 124 transacties. En dat is goed voor 32.000. Uh, dollar. We zien bijvoorbeeld bij referral, andere links die uw link doorbewegen, uh, doorverwijzen dat de totale opbrengst hoger is en dat ook de conversieratio hoger is en we zien bijvoorbeeld voor affiliates, voor deze webshop, dat dat helemaal niks gedaan heeft. Dus door die analyses te goed te gaan bekijken en te goed te gaan analyseren, kan je ook voor uzelf bepalen welke van die kanalen waar dat ik op aan het inzetten ben, leveren mij nu het meeste op. Of welke onder benut ik nog? Of welke moet ik nog eens mee gaan experimenteren? Waar zit nog potentieel? Stel dat je zegt aan ah, social, oh, ik doe daar eigenlijk niet veel mee. En ik zie toch al dat dat wel wat opbrengst heeft, dan kan je beslissen, oké, okay, daar gaan we wat meer aandacht in gaan besteden. En herinner u hoe ik daarnet zei dat die customer journey, die klantenreis, complex is? Dat dat soms even duurt tussen de tijd dat ik de eerste keer bij mijn coach ben geweest. Of op mijn um Autoverkoper zijn website en de tijd dat ik klaar ben voor de aankoop. En ook dat zie je vertaald in een rapport in Google Analytics. En dat heet vertraging. En dan zie je eigenlijk Um, aantal mensen die op de dag zelf um, tot de verkoop zijn overgegaan, in dit geval de overgrote meerderheid, dat zullen zeker pizza's geweest zijn, um, maar ook toch mensen die 28 dagen tussenlaten of meer dan 28 dagen tussen de eerste keer op de website en de laatste keer of het de moment dat ze effectief gekocht hebben. Een aantal actiepunten dus. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen overtuigen van de opportuniteiten en de schat aan info dat daar online voor jullie ligt. Als je ermee aan de slag wilt, zijn dit de drie stappen waar ik jullie toe wil uitnodigen. Onderzoek. Doe goed onderzoek, grondig. Wie is uw doelgroep? Wie zijn uw concurrenten? Wat zijn uw unieke sterktes? Als je het over lancering gaat hebben, Kijk dan goed naar de tool dat je wil gebruiken. Wat gaat het mij kosten? Uh, wat zijn de functionaliteiten die ik nodig heb? Wil ik internationaal gaan spelen, zoals een van jullie uh, dat uh, suggereerde? Zijn er dan ook die betaaloplossingen die mijn doelgroep in de landen waar ik actief ben uh, nodig heeft? Heb ik de functionaliteit nodig om mijn offline stock te koppelen aan mijn online stock? Is die integratiemogelijkheid er dan? We kijken echt in lijn van jouw noden, van jouw behoeftes. Wat dat de beste manier is om uw webshop te gaan lanceren. En voorzie ook van in het begin budget en tijd om de marketing van die webshop te doen na de lancering. En eens je vertrokken bent, ga dan direct meten, ga testen, ga kijken. Oké, okay, ik doe iets op social, werkt dat voor mij? Uh, ik heb een blog gelanceerd, dan mag ik ze opeens veel meer verkopen. Al die inzichten gebruiken, maakt dat u... ...webshop ook een beetje een iteratief proces is. Hè? Dat dat ook blijft groeien en blijft evolueren. Dat blijft, uh, dat blijft verder zijn vruchten afwerpen voor u. En daarmee ben je goed vertrokken... Ik kijk nog even naar Mark of er misschien nog één vraagje is dat we nog niet beantwoord hebben. Wel, is, ik ga er eventjes bij komen, Zee. er is nog geen vraag binnengekomen waar ik misschien zelf kan op antwoorden. Heel graag. Uh, Wendy vroeg zich af of die Google Analytics, waar je net over had, ook inbegrepen waren in onze oplossing, de BizOnline. Uiteraard, uh, Wendy, dat zit erin. Ook de SEO, de Search uh, Engine Optimization. Dank u, zit daarin begrepen. Um, maar uh, dat brengt ons eigenlijk op de volgende slide. Absoluut. Um, en, daar komt... Uh... Maar ik zal eerst u aan het woord laten en dan kan ik nog even op mijn team terugkomen. En wel, heel goed, want inderdaad, voordat uh, dan Mark afsluit en, en jullie nog enkele uh, praktische tips meegeeft en alles wat uh, Proximus in het aanbod te geeft, wil ik ook nog heel kort vertellen over wat Digitaal Atelier precies doet. Uh, jullie hebben nu een van de sessies gezien en we hebben er zo 27, telkens een uurtje en ze zijn allemaal uh, gratis uh, in workshopvorm. Uh, je kan die, als je dat in al dat uh, kalender en alle mogelijkheden bekijken op g.co van google.com/digitaalatelier. En je kan daar ook workshops en coachings, dus ook één op één coachings uh, van een half uurtje gaan doen. Zeg je, oké, okay, ik heb ze allemaal gevolgd, ik ben er klaar voor, dan kan je je kennis zelfs gaan testen en een online certificaat halen in digitale marketing. Veel succes alvast. Dat was fantastisch. Bedankt, Carlin. Voor deze zeer interessante webinar. We zijn een beetje over tijd, maar het was uh, super interessant. We zouden gerust nog een uurtje kunnen doorgaan. Maar we gaan het niet doen. We gaan afsluiten met één u te bedanken, uh, in alle geval voor deze interessante webinar. En Dan wil ik het graag nog als afsluiter eventjes hebben uh, over, over mijn team, hè, de, de, de digitale experts, zal ik maar zeggen, de digitale advisors, die graag bij u langskomen op kantoor of via chat met u willen communiceren, als u nog bijkomende vragen heeft of als u. Om het even welke vraag heeft over dit onderwerp of over een ander onderwerp, uh, wij gaan graag met jullie meedenken. Uh, die mensen zijn bereikbaar uh, online, uiteraard. Als u eventjes naar onze pagina gaat, uh, die staat daar op de slide, dan ziet u eigenlijk uh, per regio waar die mensen uh, werken, want ze werken lokaal. Uh, dat is ook een. Uh, een zeer interessante zaak voor u. Dus het worden Wim, het worden Wendy en het wordt Marian, die voor u ter plaatse komt en die u zal verder helpen. Dus op onze website vindt u de coördinaten van die mensen. En dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van ons webinar. Mag ik jullie hartelijk danken voor uw aandacht en tot de volgende keer. Dag. Goedenavond. Dank wel.